Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken felle buien over Nederland en bij die buien zit soms ook wat natte sneeuw, hagel kan er ook bij zitten en dan kan het lokaal even wit en dus ook lokaal even glad zijn. Vanochtend temperaturen net boven het vriespunt in het noordoosten tot de graad of 4 à 5 in het westen van het land. Er staat een stevige wind, bij zee waait het hardwindkracht 7, maar vanmiddag gaat die wind wel wat afnemen. We houden een enkele winterse bui met natte sneeuw en hagel. Misschien nog een klap onweer in het westen van het land. En het wordt 4 tot 6 graden. Vanavond gaat de temperatuur snel omlaag. En vannacht ligt het kwik rond het vriespunt. Het is op de meeste plaatsen droog met wat opklaring, en plaatselijke gladheid is niet uitgesloten. Morgen dan, een dag met in het zuiden nog een enkele bui. Maar in het noorden blijft het op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt van tijd tot tijd 4 tot 6 graden. En de wind is slechts zwak tot matig. Meest uit een westelijke richting. In het weekeinde kan er dan wel weer een enkele bui vallen. Soms een keer met wat natte sneeuw erbij. En overdag liggen de temperaturen op zo'n 5 of 6 graden. De nachttemperaturen liggen wel wat dichter bij het vriespunt. En maandag lijkt het nog een paar graden zachter te worden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.